We gaan terug in de tijd met Michel Louwagie. Bijna 21 jaar staat hij mee aan het roer hier bij AA Gent. Van geldproblemen tot de plannen van een nieuw stadion. Hij maakte het allemaal mee. U bent hier begonnen op 15 februari 1990. Dat is bijna 21 jaar. Hoe blikt u daarop terug? Wel een fantastische periode, omdat ik de job zeer graag doe. Er zit zoveel variatie in die job. Je hebt verschillende aspecten natuurlijk. Je hebt het sportieve, je hebt het financiële, je hebt het commerciële, het administratieve, logistieke en zo verder. En natuurlijk is die club enorm veel veranderd. Als ik hier toe kwam, waren we, laten we zeggen, met 2 fulltime mensen. En ondertussen zijn we denk ik met 15 fulltimers. Dus het budget is geëvolueerd van een 60 miljoen oude Belgische franken, dus 1,5 miljoen euro, nu naar 17 miljoen euro. U heeft een schuldenberg van 23 miljoen euro weggewerkt. Hoe heeft u dat gedaan? Wel, samen met de voorzitter Ivan de Witte, die enorm veel delegeert, zijn we erin geslaagd inderdaad van die schuldenberg, die ontstaan was naar aanleiding van kredieten die we aangegaan waren voor het bouwen van dit Ottenstadion en voor het bouwen van een oefencomplex. En we hebben die gedurende, of laten we zeggen, de laatste 10, 12 jaar hebben we die kunnen wegwerken. Dankzij vooral het maken van meerwaarden of het realiseren van meerwaarden op de aankoop van, of na de aankoop van jonge beloftevolle spelers. Denk je dat het klaar is om een topploeg te worden? Wel, ik denk dat wij van tijd sportief gezien reeds de laatste 2, 3 jaar af en toe toch heel zeker een topploeg zijn. Dus bijvoorbeeld nu met die poules te bereiken, met 7 punten te halen in die poules. Dus, en laat ons hopen dus, dat wij in Rijssel een punt kunnen pakken. Ja, dan, als wij dat presteren, zijn wij eigenlijk op sportief vlak een topploeg. Maar om op alle vlakken een topploeg te zijn, zijn er natuurlijk nog andere parameters die moeten kunnen ingevuld worden. En daar hebben wij nog wel wat werk. U heeft een neus voor jong talent. Ook een zeer goed scoutsteam hier bij Gent. Wel, we hebben allemaal samen een neus voor jong talent. Het is een samenwerking. Zo zeggen, het managementteam die daarachter staat, is gezamenlijk ergens op elk ogenblik bezig. Daarmee bedoel ik dat zowel mijn scouts als ik zelf natuurlijk heel veel contacten hebben. En dat ik heel veel talent voorstel aan de scouts. Die zij dan checken en screenen en kijken of dat inderdaad wat de makelaars mij voorstellen. En dus kijken of dat die toppers of die ja, want makelaars, vele makelaars denken natuurlijk dat ze alleen maar toppers voorstellen. En dus het sterke punt van Agent is juist dat onze scouts dat die zogezegde talenten perfect kunnen screenen en zeggen, kijk, die speler is interessant voor Gent. En ik moet zeggen dat dankzij dus die goede samenwerking tussen de makelaars enerzijds en onze scouts en mezelf, dat we erin slagen van, hoe zou ik gaan zeggen, bijna blindelings is een beetje een slecht woord, maar toch op ons gemak een speler als Ruiz te kunnen vervangen. De sterkte van AA Gent, de 13e man, het bestuur, de spelers, is dat de kracht van AA Gent? Wel, AA Gent is eigenlijk een fantastische club, maar ook een beetje een speciale club ook. In die zin dus, als je de bekerfinale speelt, zoals wij dus vorig jaar, maar ook vorig seizoen en ook 3 seizoenen geleden gespeeld hebben, dan bemerk je dat heel Gent daarvoor gaat en achter die ploeg staat. En vorig jaar, maar ook 3 jaar terug, hadden we gemakkelijk denk ik 40.000 tickets kunnen verkopen. We hadden maar 20.000 plaatsen. En dan zie je dat de Gentenaar eigenlijk iemand is die zeer kritisch en ook zeer fier is. En dat er toch nog enorm veel mogelijkheden liggen in de stad Gent. In Gent en rond Gent. In die zin ben ik ook overtuigd dat het nieuw stadion er zal zijn. Dat wij een enorme boost zullen meemaken. Dat in plaats van vandaag gemiddeld 10.500 of af en toe een keer 12.000 toeschouwers in dit stadion hier, dat wij het nieuwe stadion denk ik heel zeker tussen de 15.000 en de 17.500 toeschouwers zullen hebben met pieken van 20. Meer gaan we er natuurlijk niet kunnen plaatsen. Mag ik u van harte bedanken voor dit interview? Wel, met veel plezier gedaan. Het is plezier van eens een overzicht van mijn carrière, bij manier van spreken. Dat is toch al niet weinig, 21 jaar bijna in de professionele voetbal bezig zijn. En in die zin moet ik jullie zelf ook bedanken voor de interesse.